Arjen Goorman, je verliest vandaag met 1-2 van VVSB. Dat is niet jullie meest favoriete tegenstander volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. Nee. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat wij ervan gewonnen hebben. Afgelopen jaren vond ik altijd dat ze redelijk verdedigend voetballen. Maar er zit gewoon veel voetbal in tegenwoordig de laatste jaren. Dat is een compliment voor hun. Het is gewoon een hele sturre tegenstander met een hele goede verdediging. Daar hebben we het lastig tegen. Vandaag zag je dat ook. We kwamen er gewoon vooral voorin, kwamen er niet doorheen. We hadden heel enorm lastig met de lopende jongens van hun. Goede spits. Het is gewoon een heel goed elftal. Ja, vooral de eerste helft. Hè. Jullie creëerden eigenlijk geen enkele kans. Nee, maar ik vond wel dat de eerste half uur ging het redelijk gelijk op. Toen hadden we ook nog wel redelijk controle. Maar ik denk na die 1-0 hadden we het moeilijk en was het slecht. En we begonnen ook in de tweede helft slecht. En eigenlijk na die 2-0 toen gingen we gewoon heel opportunistisch spelen. Maar het is niet het voetbal wat wij willen laten zien. Nee, toen werd het nog 1-2, 10 minuten voor tijd. En toen zag je eigenlijk in jullie spel dat je de toepart eigenlijk een beetje in ging geloven. Ja, precies. Toen kwam er een beetje vuur in en een beetje gif. En werden duels gewonnen. En dan krijg je ook nog een paar kansjes. Maar ja, je gooit het achter ook helemaal open. Hadden we natuurlijk wel veel sneller de 0-3 of de 1-3 en 1-4 om de orde kunnen krijgen. En dat geluk hadden we. Dan kan die op het einde kan die zo nog maar een keer goed vallen. Daar moet je ook op hopen. En daar geloofden we ook in. Dat is positief. Ja, in plaats als je had gewonnen, kun je een beetje naar boven kijken. Maar door het verlies wordt het meer naar onder kijken nu. Hè? Ja, het begint een beetje op vorig jaar te lijken, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar moeten we maar eerder een stokje voor steken dit jaar. Want dat willen we niet. Maar goed, we hebben vandaag gewoon niet voetbal laten zien wat we kunnen gewoon. Wat we weten dat in onze ploeg zit. Ja, en dat is wel frustrerend. Vind je zelf dat je een punt had verdiend dan? Nee, ik vond dat wij zeker geen punt hadden verdiend, nee. Ja, jullie keeper die redden zeker de eerste helft, maar ook de tweede helft. Eigenlijk, je zei het zelf altijd, ook 1-3 en 4. Maar dat had ook zeker de eerste helft al misschien 0-3 kunnen zijn. De 0-2 in ieder geval. Volgens mij dat had zeker gekund. En Brammer die had een paar goede reddingen. Wat ik al zei, we hadden het gewoon heel lastig met ze. Met lopende mensen van het middenveld. Maar ook vooral hun voorhoede spelers. Zijn gewoon hele goede spelers. Voor jou je laatste seizoen bij HSC. Je gaat vertrekken naar Dovo. Wat is de reden van? Want zoals nu staat is het een trapje lager. Ja, dat lijkt wel zo. Ik hoop ook nog wel op dat ze toch nog gaan promoveren naar de zaterdagtopklasse. Voor mij is het gewoon de belangrijkste reden om ook een keer op zaterdag te kunnen spelen. Dit is mijn 9e seizoen op het hoogste niveau op zondag. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik de VVSB'tjes en die clubs eigenlijk wel gezien heb. Gewoon ook een keer de ambiance en alles eromheen op de zaterdag. Er wordt veel over verteld, ik ga zelf wel eens kijken. Dat wil ik nu zelf meemaken. Ik ben net 30 geworden, dus ik heb voor mijn gevoel dat ik het nu moet doen. En dat dit de kans is en dat hij daarna niet meer zal komen. Dus dat is gewoon de belangrijkste overweging geweest. En op zaterdag voetbal, dat betekent ook op zaterdagavond nog eens een keer lekker de stad in of zo? Nou goed, dat heeft wel voordelen. Je hebt wel echt wel wat meer weekend, dat klopt. Maar gewoon de zaterdag sfeer en alles een keer proeven. En andere clubs tegenkomen. Dat is ook alweer een leuke uitdaging. Maar je gaat de HSC toch wel boven de streep houden aan het eind van deze competitie? Ja, dat zou schande zijn als we dat niet zouden redden met onze selectie. Oké, we gaan je volgen. Succes in ieder geval. Dankjewel.